Goedendag, mijn naam is Guy Tegenbos, ik ben journalist en columnist bij De Standaard en ik heb het genoegen voorzitter geweest te zijn van de jury voor de Bachelor Scriptieprijs. De Bachelorprijs is een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs. Hij is bestemd voor de professionele bachelors en bekroont scripties die innovatief zijn, die praktisch bruikbaar zijn, inzetbaar zijn in de praktijk en die ten derde nieuwswaarde hebben, journalistiek potentieel hebben, noemen wij dat. De oogst dit jaar was groot, niet minder dan 178 studenten dienden een scriptie in en daaruit werd na heel wat jurywerk werden 3 werken geselecteerd als potentiële winnaars. Het eerste ervan is dat van Raymonda Osmanay, Lucinde Opzomer en Amber Pequeux van de Vives Hogeschool. Hoe werken met kleuters aan de SDGs? En de SDGs, u weet dat, dat zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit wil zeggen de duurzaamheidsdoelstellingen. Goh, met kleuters daaraan werken, dat is natuurlijk een hele uitdaging. En ze zijn daar vrij goed in gelukt, zelfs zeer goed in gelukt, om via spellen, verhalen, tekeningen, kleuters in die SDGs in te trekken. Wij noemden dat wereldburgerschapsopvoeding voor de nieuwe generaties. Zeer goed uitgewerkt en ook bruikbaar in de klas. Beantwoord dus aan de criteria. Tweede is de scriptie van Anthony Koppens en Matthias Keulers van de Thomas Moor Hogeschool. Van lezen terug kinderspel maken, noemden zij hun scriptie. En ze doen dat met een educatief game. Ze ontwikkelden een computergame op basis van het fantastische boek van Jan Terlouw, De Koning van Kaptoren. U weet wel, die jongen die koning moet worden en die daarvoor 7 moeilijke proeven moet afleggen. Het spelen van dat spel en het lezen van het boek laten ze dus op elkaar ingrijpen en zodanig dat ze de jongeren meetrekken in het boek en dat het lezen spontaan aansluit en spontaan voortvloeit uit het spelen van het spel. De jury vond dat ook een innovatief en praktisch bruikbaar ding dat ze op een goede manier beschreven hebben, zodat dat journalistiek ook bruikbaar is. Het derde werk dat volgens de jury in aanmerking komt voor de scriptieprijs, bachelor scriptieprijs, is dat van Elias Kallewaert, die creatieve therapie en dramatherapie volgt aan de Artevelde Hogeschool. Zijn werk is getiteld Samen eenzaam over dramatherapie in quarantaine. Elias maakte van de nood, de coronalockdown, een deugd. En hij ging van deur tot deur, van raam tot raam, vandaar de titel Dramatherapie, om eenzaamheid op te sporen met creatieve theatertechnieken en om contact te leggen met mensen en zo mogelijk ze te verleiden tot een rollenspel. Soms was het geen contact. Soms een vonk van contact. Soms niet veel meer dan een glimlach. En soms mondde het inderdaad uit in een rollenspel. En dat vond de jury erg goed, omdat hij daarmee aantoont op een heel didactische wijze waartoe die opleiding leidt, waartoe die dramatherapie en die creatieve therapieën kunnen leiden. Hij vertelt dat in zijn scriptie zeer meeslepend. En ook dat vond de jury een pluspunt. Wie van de 3 wordt het? Het zal dadelijk blijken. Ik ga bellen met degene die de jury als winnaar uitverkoos. Dag Elias, ik ben Guy Tegenbos, ik ben journalist en columnist van De Standaard en ik had het genoegen voorzitter te mogen zijn van de jury van de scriptieprijs voor professionele bachelors. En ik ga je nu overvallen, zoals jij de mensen die achter de raam stonden, zoals jij die overvallen hebt toen je je scriptie aan het maken was.
De jury heeft beslist van jouw scriptie over de draamtherapie te bekronen met de scriptieprijs voor professionele bachelor en jou meteen de 1500 euro prijs in jouw richting te laten komen. Nu jij. Ongelooflijk. Wauw. Dat komt wel als een binnenkomer. Ja, ongelooflijk. Wow. Had je het helemaal niet verwacht? Ik had het... Nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb een beetje de bachelorproeven van de concurrentie doorgekeken en ik vond die ook wel heel straf. Dus ik was ontzettend blij dat het was ik ook, het was ook een moeilijke opdracht om... Want de drie zeer goede laatste keuzes, drie zeer goede genomineerden. Het was een uitzonderlijk moeilijke opdracht om daar de beste uit te kiezen. We hebben daar ook een eindje over gedaan. Elias, jij was student creatieve therapie en dramatherapie in de Artevelde Hogeschool. Vertel eens waar dat voor staat, die opleiding. Ja, dat is een afstudeerrichting, een bachelor na bachelor. En dat is een afstudeerrichting van de creatieve therapie. Dus je hebt dramatherapie, je hebt muziektherapie, beeldende therapie. En wij gaan eigenlijk aan de slag met cliënten zoals een echte therapeut, maar dan vanuit het non-verbale. Dus de bedoeling is niet dat wij over problemen echt te veel gaan praten, te diep gaan ingaan, maar we gaan echt ons lichaam gebruiken, onze creativiteit, onze fantasie gebruiken, om eigenlijk alledaagse situaties in beeld te brengen en zo op een andere manier te belichten en op een andere manier te bekijken. En jij ging de mensen in hun eenzaamheid overvallen, noem ik dat, en dan aan het raam proberen een contact tot stand te brengen. En hoe klein ook een contact. Vaak mislukte dat ook. Hè? Dat klopt. Dirk de Wachter heeft ooit gezegd, we moeten in deze moeilijke tijden terug verantwoord onnozel leren doen. En dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest. Dat heb jij ter harte genomen. Dan heb ik dat ter harte genomen, ja, dat klopt. En inderdaad, soms als je gewoon aanklopt bij mensen, dan hebben soms dat mensen de keuze maken om daar niet in mee te gaan, dat dat iets te raar is. Maar ook dat, het feit dat je ervoor kiest om die interactie niet aan te gaan, is ook al een mooie ontmoeting op zich. Nee, je werd niet weggejaagd. Soms kreeg ik wel de deur in mijn gezicht, of dan werden de gordijnen dichtgetrokken, dan werd er weggelopen zelfs. Dat is ook twee keer gebeurd. Ja, het mooie dus vond dat gebeurde ik, wel. Dat was een van de criteria waarop we jou beoordeeld hebben. Het mooie vond ik dat je dat ook de mislukkingen of de niet-contact tot standbrenging, dat je dat ook in je scriptie hebt opgenomen en dat ook een deel van het verhaal hebt gemaakt. Ja. Wat je naar boven wou spitten, was de eenzaamheid. Ja, dat klopt. Is die groot? Ik heb het vermoeden dat die vrij groot is. Ook zonder coronatijden merk ik dat er heel veel mensen, zelfs rondom mij, vrienden, mensen van mijn leeftijd, eigenlijk heel eenzaam zijn. Komt door sociale media, et cetera. Maar nu met de intrede van de corona merk ik dat de eenzaamheid nog een stuk groter geworden is. En dat merkte ook in verschillende krantenartikels, documentaires enzovoort. En daar wou ik toch als dramatherapeut iets aan doen. Mijn stage was opgeschort. Ik zat thuis opgesloten met 6 technisch werklozen. En ik vond dat ik als dramatherapeut toch nu in deze tijden zeker iets kon betekenen. En ik vond het belangrijk om een manier te zoeken hoe dat ik toch creatief tot bij de mensen kon komen. En die eenzaamheid naar boven kon spitten in die zeer beperkte contacten vaak? Kreeg je dat naar boven? Goh, ik denk het wel. Niet door daar echt heel concreet naar te zoeken. Dat was niet de insteek. Mm-hmm. Maar gewoon door het feit dat je in contact gaat, één op één met mensen, en dat daar een glas tussen zit, merkte dat er sowieso een grote distantie is. Dus je wordt sowieso geconfronteerd met de eenzaamheid. Maar dan kom ik ook langs een moeder die net bevallen is, maar die eigenlijk haar dochter of haar zoon niet met de wereld kan delen.
een anderstalige moslima die zich sowieso al uitgesloten voelt uit de maatschappij en dan nog eens moet binnenblijven, waardoor dat ze eigenlijk geen contact kan maken met andere mensen. Of zelfs mensen die in het begin van de ontmoeting zeggen van hey, ik ben helemaal niet eenzaam. En hoe verder dat je in die ontmoeting gaat, hoe meer dat je merkt dat eigenlijk die mensen heel hard contact missen. Zij van vrienden, van ja, daar, je had daar ook een boeiend contact met een ex-bodybuilder. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Die je dan uiteindelijk 250 kilo virtueel laat optillen. Ja, dat klopt. Ja. Hij zei aan het begin van de ontmoeting dat hij eigenlijk niet eenzaam was. En dan gingen we verder en we babbelden een beetje. En blijkbaar was hij al een paar maanden volledig alleen thuis aan het eten. Zijn kleinkinderen, zijn kinderen had hij ook al een aantal maanden niet gezien. Daarvoor, voor de lockdown, had hij ook ruzie gemaakt met zijn kinderen. Waardoor dat de tijd waartussen dat ze eigenlijk elkaar niet gezien hadden, nog groter werd. En dat merkte gewoon door samen onnozel te doen, door samen 250 kilo te deadliften, zeg maar. Zei je van, ik doe het voor mijn kinderen. En gewoon dat. En dan vroeg ik van, waarom heb je dat voor je kinderen gedaan? En hij zei, ja, eigenlijk ben ik misschien wel eenzamer dan dat ik dacht. En dat was wel een intens moment, maar wel een prachtig moment om dat te kunnen delen met iemand. Pas jij dat nu toe? Want je bent nu aan de slag in de psychiatrie in Zoersel. Pas jij die technieken nu toe? Doe je daar iets mee? Ik ben nu dramatherapeut. Dat is echt een beroep. En dat zijn technieken die ik dagelijks wel gebruik. Om terug op zoek te gaan naar de gevoelens van mensen. Voorbij het verbale. Ja, en dat zijn wel technieken die ik doe. De verbeelding gebruiken. De kracht van mensen terug uit hun lichaam halen. En die waarde van die technologie, als ik het zo mag noemen, zit die in het feit dat je niet met taal werkt? Taal is iets waar dat we ons heel gemakkelijk achter kunnen verschuilen. Met taal kunnen we heel veel dingen van ons wegduwen. Kunnen we gevoelens verbergen. En ik denk door juist het feit dat we geen taal gebruiken en dat we echt het lichaam gaan gebruiken, dat we teruggaan naar de oergevoelens en daar gewoon iets mee gaan doen zonder het allemaal te moeten benoemen. Daar schuilt een grote kracht. Een kracht die we eigenlijk verloren zijn. We hebben uiteindelijk jouw werk verkozen omdat het mensen laat kennismaken met wat jij geleerd hebt in die opleidingen, wat eigenlijk niet voor de hand ligt. Niet voor de hand ligt, hè. Dus het niet gebruik maken, bewust niet gebruik maken van taal. Twee, je zat boenk op de actualiteit. De eenzaamheid van corona. En wat je deed, vonden wij erg innovatief. Vonden wij toepasbaar in de praktijk. Of zo, velen nog zullen moeten leren wat het precies is. En je beschrijft het op een manier die het ook vertaalbaar... Het was ook leesbaar. Dus je nam de lezer mee in het spanningsveld van gaat dit lukken, gaat dit niet lukken? Ja, het lukt, ik ga een beetje... Je nam hem daarin mee. En dat maakt het ook overdraagbaar. Het is een heel, heel meeslepend verteld. Wie moet die scriptie volgens jou nog lezen? Ik denk dat dramatherapie al bij al gewoon niet zo bekend is in Vlaanderen. Maar ik hoop wel met mijn scriptie toch mensen te kunnen overtuigen om terug in contact te gaan met andere mensen. Ik hoop dan vooral dat bijvoorbeeld hulpverleners zijn die op een alternatieve manier toch tijdens bijvoorbeeld een lockdown, zoals dat er misschien nog wel zullen volgen, dat we dat kunnen inzetten om toch dat contact te blijven houden. Ik kan die uitspraak die je dus straks gaf van Dirk de Wachter als vlag gebruiken, zeg hem nog eens. We moeten terug leren verantwoord onnozel te doen. Mooi zo. Dat is hem. Ga je onnozel doen met die prijs van 1500 euro? Ja, ik heb er al een beetje over gefantaseerd. Wat ik ermee ga doen, is denk ik de prijs teruggeven aan de cultuur. Ik ga terug investeren in jonge kunstenaars.
jonge kunstenaars die het heel moeilijk gehad hebben tijdens de lockdown. En ik ga die proberen met dat geld te steunen. En uiteraard misschien mijn huisgenoten ook in een klein etentje trakteren. Mooi zo. Ik verwijs de kijkers en de luisteraars nog even naar de website waarop dat een en ander is terug te vinden. En ik wens jou nogmaals succes en geniet van je prijs. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag.